Doreen Duinker, mijn vriendin, stond terecht. En daar hebben we een paar vragen over. Hi Doreen. Hi Nieke. Hi. Het is alweer een paar jaar geleden dat we samen in de uitzending zaten. Zo begon het ooit, hè? Zo begon het ooit, ja. Je bent veroordeeld voor het niet voor het deelnemen aan een verboden demonstratie, maar aan het niet voldoen van een vordering van de politie tijdens een noodbevel. En dat is volgens de rechter en volgens de OM, want dat was de eiser, een strafbaar feit. Een misdrijf, namelijk artikel 184 van het wetboek van strafrecht. Ik had eigenlijk wel een beetje een soort van strafvermindering verwacht of zo. Het gaat niet om het geld. Weet je al, zou het me nog 2000 euro kosten? Ik ga gewoon door. Nou, het was in ieder geval heel erg interessant. Ja, zeker. Joachim experimented with heroin for several years. Gesproken over die aanhouding, over de ontbinding van de demonstratie. Dus het feit... Anderen zijn al heel vaak gesproken. Dus hoe kan deze vraag, die beantwoord is door de rechter... Ja, het was onrechtmatig. Jullie zijn onrechtmatig aangehouden. Ik roep niet op om mensen op de burger te zetten, maar dit en de reden, laten we eerlijk zijn, het gaat is doing to Joachim and Trina. How will it affect addiction across the rest of the planet?